Ter gelegenheid van de Lintjesregen 2017 ontvingen een vijftal Tielenaren een koninklijke onderscheiding. Zij werden alle lid in de Orde van Oranje-Nassau. De eer viel te beurt aan mevrouw de Bie. Zij zet zich in op tal van terreinen voor ouderen, onder meer als voorzitter van de oudere zoos Tiel Noord. Ook een verdiend lintje ging er naar mevrouw van Tricht. Zij is sinds 1979 de drijvende kracht achter zangvereniging Zanglust. Verder ging er nog een lintje naar de heer van Es, die sinds 1965 vrijwilliger is bij het Rode Kruis. En de heer Gerritsen, hij is sinds jaar en dag een drijvende kracht binnen voetbalvereniging TSC. De jongste die een lintje mocht ontvangen is 48 jaar en werd opgespeeld bij de heer Middag, die sinds 1989 als vrijwilliger actief is voor Stadradio Radio Culemborg, als onder andere bestuurslid en dj.